met NDP, fractieleider Rabin Permisser, spraken wij ook dan over de actie die zij onlangs hebben ondernomen. En dat is dan geweest dat ze zijn geweest naar de plek waar de nieuwe vergaderzaal van het parlement wordt gebouwd. En we hebben toen hierover ook gesproken met de minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, die dus dan aangeeft dat Permisser, gelet op zijn vorige functie als minister van Openbare Werken, hij het best weet dat wanneer er wordt aangegeven dat de werkzaamheden zijn stopgezet, men dat niet moet vergelijken als een druk op een knop. Er zijn nog een aantal zaken die dan afgerond moeten worden, technische zaken die nog aangepakt moeten worden alvorens het werk helemaal wordt stopgezet. We confronteerden Permisser hiermee en hij ging er daarop in, maar ook over de bouw van de DNA-vergaderzaal en de prioriteit of dat er wel is of helemaal niet. Wat de OW-minister allemaal zegt, ach, de hele samenleving heeft zijn oordeel over de uitlatingen van deze minister. Laat hij zich professioneel opstellen. En ik weet precies, in mijn periode hebben we deze kiekeboes niet uitgehaald. Ja, toch? Laat hij een voorbeeld nemen aan mijn stukken. Ja, toch? Wat we daar hebben neergezet. In 2 jaren tijd, ik zal u maar 1 wapenfeit noemen. In 2 jaren tijd hebben we 2 solide bruggen neergezet. En niet te noemen over ontwatering, wegen en noem maar op. De Saranbrug, wat de vorige regering een puinhoop van had gemaakt. Je gaat een brug bouwen zonder dat de oevers bekend zijn. Aan één kant, aan de noordkant, was er grond en alles. Aan de zuidkant, waar die brug zou komen, was geen grond. Dat alles moest ik oplossen. Maar we hebben het gebouwd. Daarnaast de brug in Carolina. Daar is een solide brug gebouwd. De financiering gezocht, het ontwerp en noem maar op gedaan. Alles. Vlak daarnaast, niet ver daarvan, ziet u, en dat moet blijven, ja, van die regering daarvoor, ja, wat ze voor een mes hebben gemaakt, een kapotte brug en noem maar op, die in elkaar is gestort. Dat hebben we allemaal opgeroepen. Uitkijken, dat is een bekend verhaal ook, ja, wat we daar hebben neergezet. Dus wat procedures betreft, ja, dat moet in acht genomen worden. Laat me beginnen met uw vraag. Wij zijn daar geweest. Waarom zijn we daar geweest? Omdat tenminste 2 ministers aangegeven hadden dat de bouwwerkzaamheden gestopt zijn. Hard. Ja, geen spel ertussen te krijgen. Toen zijn wij, met enkele mensen die we hier hadden, van toevallig alle oppositiepartijen, langs geweest om te kijken wat er aan de hand is. Gewoon, weet je, we hebben niemand lastiggevallen, we zijn daar geweest, u was er ook met ons. En we merkten dat de werkzaamheden niet gestopt zijn. En uiteraard, alles heeft zijn procedures te maken. Ja, als je die procedures niet in acht hebt genomen, waarom geef je mondwerk om te zeggen dat het stopgezet? Praat we Nederlands? Je om hier nu staan in wat jij? Of moet tak sralantongen? Je bent takkie takas aan stopbad, toch? Anu mitakie. En om te stoppen zijn de procedures ook, ja. Je moet die procedures in acht nemen. En dat hebt u niet gedaan. Nu probeert u de zaak emotioneel, goedkoop af te wentelen. Of ik het zo. Ik weet alles, ja. Ik ken die dingen. Ja. Maar laat dat. We zijn gaan kijken. De bouwwerkzaamheden gaan vlot door. En wat krijg je daarna? En kijk hoe deze regering non-transparant en geen openheid van zaken doet. Gelijk daarna is er alles bedekt. Bouwplastic of wat dan ook, dus niemand mag kijken. Juist een parlementsgebouw, ja, zou je open, laat iedereen kijken, laat iedereen werken. Als wij niet waren geweest, was dat niet gebeurd. Ja, toch? Dus je bedekt je schande, je bedekt wat je aan het doen bent. We kunnen je niet vertrouwen. Want als je open en alles volgens de regels werkt, ja, toch? Dan heb je toch geen probleem, ja, juist meer transparantie. De hele procedure om de mensen aan te trekken, de aannemers aan te trekken, et cetera. Dat is niet goed bewandeld. Het ontwerp, ja, daar is geen rekening mee gehouden of niet in voldoende mate rekening gehouden met de richtlijnen
van Werelderfgoedlijst, de UNESCO. En dan kom je vragen, wie is UNESCO? Eerlijk, minister van Buitenlandse Zaken heeft die twee ministers op een diplomatieke manier toch hard aangesproken. Hij moet het diplomatiek doen. Ja, toch? Eigenlijk zegt hij, wat voor nonsens krijgen jullie uit? Nou, laat hij kijken, ja, toch? Dat hij teruggevloed is door zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken. Het is schandalig dat je zulke belangrijke internationale organisaties zo publiekelijk bespreekt. Zijn we nog gek geworden? Kijk wat met UNESCO en noem maar op, de IDB en andere financieringsorganisaties op de achtergrond zijn. Als dat niet goed aangepakt is, het zal heel veel consequenties hebben. Ja, hoeveel gebouwen worden in dat licht nu niet gerenoveerd? Dan mogen we toch blij zijn. Ja, ik ben absoluut blij met het PURP-project. PURP, dat zijn die andere zaken. En binnen dat PURP-project, ja, gaat hier waterkan. We hebben nu wat parkeerplaatsen. Dat zullen we straks niet hebben. En het nieuwe ontwerp van de vergaderzaal, die moest komen van de coalitie. Oppositie NDP had tegengestemd. Maar goed, de meerderheid beslist. Ja. Als er een openbare vergadering is, belegd daar zal worden, dan zal je ongeveer 100 parkeerplaatsen nodig hebben. De leiding, de parlementariërs 51, het ondersteunend personeel. Maar als ministers komen met hun ondersteunend personeel, et cetera. Daarom zeg ik, ja, ik schat 100 parkeerplaatsen. Het wordt een ramp daar op die plaats. Ja, en waarom hebben we een vergaderplaats? We hebben toch een vergaderplaats hier? Zijn wij zo rijk en noem maar op, terwijl er hele noodzakelijke medicijnen, ja, niet te vinden zijn. En ik kan zo doorgaan hoeveel andere dingen schreeuwen om. Kijkt u naar de scholen, dat mensen nu aan hun kinderen stoel en tafel moeten meegeven, ja, om naar school te gaan. Tot nu toe zijn er 500 leerlingen nog niet geplaatst. En ik kan zo doorgaan. Niet eens water voor de leerkrachten van het binnenland. Ja, en ik kan zo een rijtje. Dat zijn basale dingen waarvoor je het geld. Juist het parlement moet het voorbeeld geven. Maar deze coalitie denkt waar anders over. Ja, toch? Dus dat zijn allemaal kwalijke gevolgen. Ook het aantrekken van begin af aan. Ik ga even de procedure doorlemen. Van de architect. Het ontwerp. Merk je dat er niet goed gecommuniceerd is met UNESCO. Met de site manager. Etcetera. Is het dan verwonderlijk dat de site manager, iemand met een track record, goede naam, et cetera, heeft bedankt voor de eer. En dat doet hij niet zomaar. U hebt gehoord waarom, als ontevredenheid en dat hij huiverig is wat gaat gebeuren. Tweede, de secretaris-generaal van Nationale UNESCO-commissie Suriname, de NUX, ja, dat heeft dan ook bedankt. Ja, commentaar van de aannemersvereniging, commentaar van de raadgevende ingenieurs en ik kan zo de commentaar van de directeur van de afdeling cultuur van onderwijs, etcetera, etcetera. Dat wordt in de wind geslagen. Als autoriteit moet je toch openstaan om met de mensen te praten in een goede harmonieuze. Al die mensen bedoelen het goed. Maar jij met je arrogante stomkop, ja, maar dingen doordrukken. Dat brengt Moesje niet naar Parijs. U gaat verder van Parijs raken. Dus dat zijn zaken. En wat spelen verder. En terwijl die aannemer Dundas, die daarvoor juist ook door openbare werken in aanmerking zou komen, worden de zaken gebracht naar ORAG. Wordt voorgezeten door de vicepresident. En daar is het helemaal geschrapt. Juist de hoogste inschrijver, dacht ik, is in aanmerking gekomen. En dat soort zaken, dat is, als je in ORAG-verband, de ministerraad, er zijn reglementen daarvoor, als je daar een wijziging aanbrengt, dan heeft het zo'n procedures, ja, te maken. Dus dat zijn op zijn minst de hele kwalijke zaken. Wat wij juist als parlement zouden meer transparantie moeten vragen. Ja, dat de zaken richting qua procedures verlopen. En dat is heel jammer dat dit gebeurt met een vergaderzaal van het instituut van het parlement. Juist zouden wij het voorbeeld moeten geven hoe alles richting geschiet. Maar dit is een voorbeeld van hoe je het niet moet doen. Ja, gebeurt.
En 6,5 miljoen, nogmaals, met die 6,5 miljoen relateer het aan al de grote noden, de prioriteitsstelling van de regering. Maar dat is niet hier, maar niet hier alleen, maar ook bij andere projecten merk je dat de lage inschrijvers gepasseerd worden en het gaat naar hele hoge inschrijvers. We zullen, als we de ruimte krijgen, zullen we dat zeker in het parlement ook over andere projecten erover hebben. Asano Bong, Asai Tingimang, Asano Bong, Disna. Ja, welk netwoord moet ik daarover gebruiken? Dat vanuit verschillende invalshoeken is dit niet goed. We hebben een vergaderzaal, laat die gaan kijken. Laat men gaat kijken wat mevrouw Simons onder haar leiding het parlement toen besloten had om deze plaats waar we staan. Ja, toch? Dat zou verder geüpgraded worden. Toen was er geen geld. Dan heb ik even geparkeerd. Dat gebouw wat daar gerenoveerd is, was bedoeld als een back office. Een aantal medewerkers van hier zouden daar gaan. En we zouden daar een goede, hoe dat weer, een documentatiecentrum uitgebreid. Waarbij studenten zouden kunnen komen. Ja, een gelegenheid te bieden voor hun werkstukken en noem maar op. Zouden helemaal op een ander niveau zijn. Etcetera, etcetera. Daarvoor is dat bedoeld dat eigenlijk, ja. Maar we gaan voorbij met een meerderheid. Ja, dan sla je de hamer voor allerlei gekke andere keuzes die er gemaakt zijn. Maar ik ben blij dat u dat aanhaalt, heer Permisser, want dat is er ook naar voren gebracht door uw collega parlementariërs, dan wel uit de coalitie, die aangeven dat jullie daar nu gaan protesteren, terwijl jullie een DNA-gebouw, ja, waar jullie voornaamste taak is om te vergaderen, laten bouwen. Ja, de vorige regering, zonder een vergaderzaal. Bepaalde collega's maakten zelf de opmerking. Men kan het vergelijken met een voetbalstadion, zonder een voetbalveld. Dat zijn simpele, niet relevante vergelijkingen. Van het begin af aan is duidelijk, de stukken zijn er, dat we daar als back-office zouden gebruiken. Over de vergaderzaal was er geen besluit genomen dat daar een vergaderzaal zou komen. Integendeel, een algehele renovatie, een nieuw complex uitgebreid, zou de delen hier tot de rivier strekken, allemaal, zou hier komen. En toen was er geld er niet, dan hebben we het gelaten. Want voorlopig, kleine renovaties hier, upgraden, dan zouden we hiermee door kunnen gaan. Je zal hiermee enkele jaren nog voort kunnen gaan. Juist dat we keuzes maakten voor andere belangrijke zaken in die samenleving wat je hebt. En dat, ja, dat is er nu niet. Dus maar ik ben blij, heer Permisser, dat u dit gebouw even aankaart. Want vaak genoeg zeggen mensen, die vraag moet er ook gesteld worden. Want die samenleving, niet iedereen weet dat. Hier waar we nu staan, ja, waar jullie nu vergaderen, is dit een huurpand? Is dit van de staat? Wat is het precies? De vorige leiding van het parlement, vorig parlement, ik moet zeggen niet de leiding, het parlement, want dat besluiten worden in het parlement genomen. Wij hadden heeft alles heel veel in het werk gesteld dat dit terrein hier waar we zijn, DNA is toegewezen daarvoor. Daarvoor hadden we het niet. Ja, dat hebben we met zekerheid, ja, zekerheid hebben we vastgesteld in overleg. Wat was het toen? ROGB, no? Ja. Nu heet het anders GBB. Ja, dat is gelukkig toen vastgelegd. En nogmaals, er is een plan, geen geld, je moet prioriteiten stellen, dat zou later komen. Kleine renovaties, et cetera. Maar hier zou een heel mooi ander complex tot aan de rivier, ja, gerealiseerd worden. Ik sta erachter en daarom tegen die achtergrond hadden we geen vergaderzaal daar. Ook rekening houdende met de werelderfgoedlijst. Ja. Dus dat is in een goede, harmonieuze, hoe heet het weer, communicatie met de relevante organen van UNESCO. En nogmaals, van begin af aan heb ik om zakelijke redenen, een van de grote redenen is namelijk, daar op dat plek, we hebben weinig parkeerruimte. Kijkt u daar, vlak daar zit nu al het ministerie van Buitenlandse Zaken met grote problemen. Ja, nee, de minister heeft op een persconferentie reeds daarover geklaagd. Dat ze nu bijna geen parking meer hebben. Dat doen we allemaal in zo'n kleine ruimte. Ja, weet je? Dus dat zijn de overwegingen, los van prioriteiten, et cetera, dat we hebben gedaan.